Ja, we staan er nog steeds bij Plan B en Toy Machine, maar we gaan nu even naar wat Plan B bordjes kijken. Ik ga twee bordjes uit de rek trekken. Twee bordjes, Tory Pootwill en een Ryan Sheckler bord. De graphics zien er al super gaaf uit, maar wat deze bord echt speciaal maakt is P2 Technology. P2 Technology houdt in dat er geen 7 laagjes zijn, maar 6. En als laatste laag is er een soort fiberglas op met een Kevlar insert. Het bord is daardoor lichter, maar vooral stijver. En een stijf bord betekent gewoon dat hij veel meer pop heeft, waardoor je weer hoger kan ollen en vettere tricks kan poppen. Deze Sheckler ziet er wel uit als mijn maat, een beetje 8, 8,5. Ik ben heel erg benieuwd hoe die rijdt, dus ik ga deze meenemen en ik ga deze uitproberen. Als je ook wil weten hoe ze rijden, ga dan naar je lokale skateshop. Later!